De genomineerden in de categorie Sportploeg van het jaar 2017 zijn... De Zeilzwemsport. Al jaren maakt de Zeilzwemsport deel uit van de landelijke subtop in het waterpolo. Het vlaggenschip behaalde in 2017 sinds jaren weer eens een halve finale plaats. Zowel in de beker als in de competitie. En dat smaakte naar meer. Ook dit seizoen ligt de ploeg op koers voor één of meer finale plaatsen en wellicht zelfs een titel. Lugdunum. De voetballers van Lugdunum werden in 2017 ongeslagen kampioen en keerden daarmee na 17 jaar afwezigheid terug in de tweede klasse. In die tweede klasse pakte de ploeg ook nog eens ongeslagen de eerste periodetitel. En daardoor mag Lugdunum aan het eind van dit seizoen een gooi doen naar een plek in de eerste klasse. Daarmee heeft Lugdunum de weg naar boven weer gevonden. LSG Intellimagic. Al drie keer eerder werd het Leids Schaakgenootschap genomineerd, maar nog nooit kwam het tot de hoofdprijs. In 2017 deden de Leidse schakers weer mee in de top. In de Europa Cup reikte LSG tot een historische gedeelde vijfde plaats en in de meesterklasse werd de ploeg afgelopen seizoen tweede. 2017 werd zelfs afgesloten met de koppositie in de meesterklasse.